Goedemorgen. Tjoh. Hoe uit verzet zich in uw leven? Ik verzet me niet zoveel. Ik geef meestal mensen de kans om iets te doen. Ik verzet me niet, Is er geen enkel moment geweest dat u dacht van... Hier ben ik het niet mee eens, dus... We hebben ons op een gegeven moment... moesten we ons eigenlijk wel verzetten tegen het plan... dat er dus huizen daar gebouwd zouden worden. Okay. Het ging over een garage, een parkeergarage... die we op het oog hadden om dat om te zetten in een soort shopperhal. Oh ja, ja. Ja. En ik had zelf al... 14 bedrijfjes, dus 14 mensen die zich wilden vestigen in dat... Als jullie dat doen, dan moet het goed komen. Nou, en we hebben dus ons goed kunnen verzetten tegen het plan dat er dus huizen op de plaats kwamen. Nu komen ze wel weer vragen, maar nu is het even te laat. Wat mij betreft mogen ze gaan doen wat ze willen met dat ding. Die parkeergarage. Dat is de garage waar u nu zit, toch? Nee. Of nee? Oké. Okay. Nee. Het is een parkeergarage campering. Oh ja, ja. Vonden we zo een mooie plek. Mm-hmm. En... ik had al alles bedacht wat ik van mijn kant zou willen doen. Botanische tuin bovenop, op het dak. Een botanische tuin met een planten en groenten in het middenstuk. Die twee platte kanten. De ene kant de botanische tuin en de andere kant de catering. Nu kunt u mij een vraag stellen. Ja. Zo. Komen we op een heel ander vlak. Wat betekent religie voor jou? Wauw. Ik ben niet religieus opgevoed. Dus ik heb het helemaal niet meegekregen of dat ik er iets mee doe. Ik denk eerder dat ik spiritueel ben. Voor mij, religie heeft voor mij niet dus echt een betekenis. Je kan er niet veel over vertellen. Nee, precies. Nee. Nou, bij mij is het ook het geval, hoor. Ja. Dus geen probleem. Okay. Wat betekenen eettradities voor u? Vroeger, als kind, ben ik een beetje opgevoed tussen de inlandse mensen. Mm-hmm. De Indianen, de Bosland-Triolen. En een keertje werd ik gevraagd om... ik moest een foto uitzoeken van... hoe heette ze? Jaarkalender van de... Suriname jaarkalender. Ja. En toen moest ik een foto aanwijzen... die dus als mooiste foto eruit moest komen. Nou, dus ik kreeg dat ding voor mijn neus. En ik kijk, ik zeg, oh, deze. Ik hoef niet verder niet te kijken. Ik zie zo aan die arepa... dat het door een Indiaan of Bosland Creool gemaakt is. Uh-huh. En dat is een eettraditie, no? Want beide volkeren, zowel de Indianen als de Bosland Creolen... van
meet af aan van, ik weet niet van wanneer af, hebben ze zelf de voedsel, hoofdvoedsel. En ze maken het op dezelfde manier. Okay. En tot vandaag. Ze maken het zelfs om te exporteren. En dat vind ik dan een eten traditie. Maar zelf, neemt u dat zelf ook over? Of wie? Heeft u? U? Heeft u dat zelf, heeft u zelf ook een eettraditie? Of? Ik ben opgevoed met veel groenten en, en rijst. Ja, 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 ja. Maar is er bijvoorbeeld ook iets wat u door middel van eten doorgeeft aan andere mensen? Of wat, dat u iets wilt doorgeven? Ik zou het willen maken tot een eettraditie. Maar onze eigen mensen... ben je Surinaamse? Ja. Je bent Surinaamse. Nou, dingen veranderen. Mm-hmm. Je ziet hoeveel trends er komen. En, het gaat te snel. Ja. Dus dat is het zo'n beetje. Je hebt geen eigenlijk... je probeert het aan hun verstand te brengen dat het nu op een heel mooie manier kunnen brengen. Mm-hmm. Maar ze zijn daar niet geïnteresseerd in. Okay. Ze zijn liever geïnteresseerd in mooie... Schoenen? Een gimpje, een broek vol gaten. Ja. Ja, hoe neem jij het heft in eigen hand? Nou ja, eigenlijk met onze onderneming hebben we besloten... De reden waarom we zijn begonnen is omdat we een verandering wilden teweegbrengen. En ik ben zelf niet opgegroeid in Zuidoost. Ik heb er wel 6 jaar gewoond. En mijn businesspartner die is er opgegroeid. Als je kijkt naar het aanbod in Zuidoost, het is veelal heel ongezond. En als je dat vergelijkt met andere stadsdelen, zoals West of het centrum of Oost, er zijn zoveel keuzes, gezonde keuzes die mensen kunnen maken. Wat wij doen, dat doe ik samen met een beste vriendin. En wij maken sapjes, gezonde sapjes met een Caribische twist. Sapjes? Ja. Verschillende vruchten. Dus. Ja, vruchten Surinaamse en groenten. Of, ja, Surinaamse. De traditionele van Hollands. Nee, echt, we zijn Surinaams. Echt gericht. Ja, precies. Dus we gebruiken sopropol, taaierblad. Van groenten en vruchten. Juist, ja. Mm, mooi. Jeanette, ja. Dan ben je precies in mijn lijn. Ja, toch? Ja. En we zijn het in 2015 begonnen. Omdat wij vonden dat we het gewoon helemaal nergens terugzagen. En we wilden graag een soort van eerbetoon aan de Surinaamse groenten en fruit geven. En zijn we gaan experimenteren. En ook wetende dat die groenten, Surinaamse groenten en fruit echt heel goed voor je zijn en gezond voor je zijn. En dat willen we meegeven aan mensen. Dus... Mm-hmm. Mooi. Ja, ja. Mooi. Ja. Dus dat, en het, het loopt goed? Het loopt goed. We hebben een zijn winkeltje. Zijn jullie op de markt? Ja, met, we hebben onlangs een winkel. Barcode en, nou, dat niet. We nog zijn niet zover. Nog klein. Mm-hmm. We hebben onlangs wel een winkel geopend in Heesterveld. Het is vlakbij Bullenwijk. Dat is bij mij. Dat is bij u. Dus je bent mijn buurvrouw. Ja. Huh? Ja. Waarom ben je niet aangelopen bij ons dan? Want, ik weet het niet. Je weet het niet? Nee. Nou, dan weet je het nu. Ja, precies. Jongen. Met z'n tweeën werken met z'n tweeën zijn we, ja. Zo de hele dag een blender... Ja. Sapjes maken en verkopen, ja. En het gaat goed. Ik zit aan de andere kant met Moximorio maken. Ja. Verschillende groentesoorten door elkaar even. Ik hoor een samenwerking. Leuk. Ja.